de diepste geheimen vertrekken de ringgenoten zuidwaarts. Zij proberen de mistige bergen via de Roodhoornpas bij de machtige berg de Handras over te steken. Maar hevige sneeuwval maakt hen dit onmogelijk. Er is nog een weg die we kunnen proberen, zegt Gandalf. Maar het is geen prettige weg. Daarom heb ik het nog niet met jullie erover gesproken. Ik zie nu echter weinig hoop als we niet snel voor een tijdje uit het zicht verdwijnen en onze sporen uitwissen. Daarom is mijn advies om niet over de bergen of om de bergen heen te trekken, maar er onderdoor te gaan. En daar was ooit een toegangspoort. Een poort met onzichtbare deuren, die niet geopend kunnen worden als de oude spreuk vergeten is. Maar deze deuren werden niet alleen gemaakt als geheime doorgangen voor het werk. Ogen die weten wat zij moeten zien, kunnen de teken vinden. Nadat hij zijn ware wacht heeft opgeroepen, vindt Gandalf de verborgen ingang en kunnen de ingenoten erdoor. Maar de enorme verlaten wegmijnen. Thank you.
is geen overwinnaar. Vechtend valt Gandalf en Balrog samen in een bodemloze ravijn. Genoten stonden als aan de grond genageld, starend in het ravijn. Moeizaam doorlopend keek ze nogmaals terug, vaag en ver worden zij onderhaaks en geroffel van de trommels. Hoe? Hunne zwarte rompen wees op uit het ravijn. Meer was er niet te zien. Heel door verdriet overmand stonden sommigen stil. Anderen lagen op de grond en zij weken lang.